Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Boven Nederland zien we veel wolkenvelden op de satellietfoto. Uit die bewolking valt vooral in het noordoosten en oosten nog wat motregen. Maar die neerslag trekt de komende uren wel heel langzaam weg. De laatste druppels verdwijnen echter pas in de middag, dus de paraplu kan daar wel even mee. In het zuidwesten en zuiden is de bewolking wat dunner, daar kan in de loop van de ochtend de zon doorbreken. En vanmiddag gebeurt dat dan op meer plaatsen, maar de bewolking houdt wel de overhand. Hoge temperaturen, nu is het al lokaal 10 graden. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen 10 graden. Vanavond is het dan droog, zijn er enkele opklaringen. Bij een zuidelijke wind koelt het dan weer af naar 6 à 7 graden. Komende nacht wordt het ongeveer 3 graden. Het weekend begint zaterdagochtend droog, maar smiddags gaat het vanuit het zuiden regenen. En de temperaturen zijn lager dan vandaag. Het wordt morgenmiddag zo'n 7 à 8 graden. Ook zondag verwachten we nog wisselvallig weer, met name in de nacht en ochtend, mogelijk ook in de middag. Temperatuur ook dan weer rond 7 graden. Maandag en dinsdag zijn twee overgangsdagen, want vanaf woensdag keert de winter terug. En dan gaat het s'nachts weer behoorlijk vriezen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl